kennen jullie hem nog? Petje Pietermientje? Ja, dat is wel lang geleden hoor. Een pindakaasreclame van vroeger. Het is vandaag pindakaasdag. Hoe teken je nou pindakaas? Laten we een pot pindakaas tekenen. Doe je mee? We beginnen met een ovaal. Dat is de bovenkant van de deksel. En een deksel heeft altijd van die streepjes, hè, van een pindakaaspot. Daar zijn ze eigenlijk wel aan te herkennen. Zo. Had ik misschien beter eerst die onderste lijn kunnen doen. Maar goed, zo komen we er ook. Dan daaronder die pot. Gelijk hier wat breder uit, zo. Nou, ik denk dat dat een mooie pot is. Een mooi etiket op. De deksel is donker. Laten we die ook gelijk maar wat donkerder maken. Zo. Zie je, ziet dat ik door de arceren kan je ook iets donker maken. Je hoeft het niet gelijk in te kleuren. Dan hier nog een reflectie op, zo. Schaduw eronder. Altijd leuk. En dan. Nou, misschien hier nog wat. Pinda's. Dan moeten ze wel herkenbaar zijn natuurlijk als pinda's. Wat we misschien ook nog kunnen doen is er wat pinda's voor tekenen dadelijk. Ja, nu staat de pot er al, dus die pinda's ervoor, dat kan niet. We zouden hier nog een pinda daarnaast kunnen tekenen. De pinda ziet er ongeveer zo uit. Tenminste in zijn bast, hè. Pinda los. Nou, waarom ik geen pinda los teken, dat is omdat hij dan heel snel op een koffieboom gaat lijken. En ja, om verwarring te voorkomen tekenen we hem zo. Laten we het nog een keer doen en doen we die pindakaas. Tenminste doen we die pinda's voor de pot tekenen. Dus dan beginnen we met de pinda's. Die hebben altijd een beetje zo'n vorm, hè. Je zou ook nog kunnen zeggen zo, weet je van die. Nou, dan tekenen we er nog eentje bij. Die achter vandaan ook zo. Hup. Dat zou ook nog kunnen, een beetje zo. Ja, ik weet niet of dat hem duidelijker dan pinda maakt, maar. Hier nog een, zo. Uitkijken dat het ook geen augurken worden natuurlijk, hè, maar wel pinda's blijven. Zo los ervan de rest. Nou, je ziet het al, ik heb er plezier in. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zo, een beetje schaduw erbij. Nou, dan ga ik die pot tekenen. Oh, dan doe ik dat eigenlijk weer fout, want eigenlijk moet ik natuurlijk aan deze kant beginnen. Want ik kan nu niet zien wat ik aan de andere kant heb gedaan. Nou goed, zo. En die deksel natuurlijk. Misschien komt hij er nou wel iets te ver voorbij. Nou goed. Je moet eigenlijk dit lijntje eerst tekenen en dan dat lijntje. Zodat je hem niet uit balans haalt. Maar goed. Misschien moeten we het nou zo doen. Dan zijn we gelijk klaar. En nog een beetje iets van een blingetje erbovenop. Hier nog wat schaduw zo aangeven. We gaan hier ook nog wat schaduw doen zo.
etiket. Zo, reflectie. En dan zit hier natuurlijk ook nog vol pindakaas. Met S. We gaan even achteruit schrijven. Anders kom je niet uit misschien. Zo, en ook hier. Ik wil hier ook zelf ook nog een boterham tekenen natuurlijk. Zo. Met pindakaas erop. Mooie knipboterham. Zo. En dan de mes met een lik pindakaas. Ja, dat is misschien een beetje lastig. Nou, we kunnen natuurlijk kijken of we een mes met een lik pindakaas kunnen doen. Zo. Op een mes. Boterham zo half besmeerd met pindakaas. Nou. Ik zou zeggen, ga lekker oefenen met de pindakaaspot. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video.